Hier een moeder met haar 1 jaar oude zoon. Als die panda's heel jong zijn, wordt er nog druk gespeeld. Reuzenpanda's leven in het wild in China en eten vrijwel uitsluitend bamboe. Maar heel vroeger was de panda een roofdier die prooidieren at. Langzamerhand is dat omgeslagen naar planten en met name bamboe. De helft tot driekwart van hun tijd wordt aan eten besteed. Voor nageslachtzorgen is lastig. De vrouwtjes zijn maar 1 tot 3 dagen per jaar vruchtbaar. Het grootste deel van het jaar leven panda's in het wild apart. Dus alleen in een periode zo april-mei gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje. Je moet eens kijken hoe dat bamboe wordt gegeten, want eerst wordt het velletje van die stam afgetrokken voordat hij het opeet. Zijn ze nogal kieskeurig, want dit is ook bamboe, maar niet goed genoeg. En het is een aandoenlijk gezicht, want als ze gaan eten, gaan ze meestal op de kont zitten of languit op de rug liggen. Kijk, hier kan je goed zien dat eerst dat velletje eraf getrokken wordt. Kijk. Hup. Aandoenlijke beesten.